Ja, even een korte analyse van wat er nu dit weekend allemaal gezien was in de staat Israël. Het is mij nog niet helemaal helder wat hier gaande is. Het wordt nu al genoemd Israëls 9-11. Alsof dat Israël er nog bij moet, want de originele 9-11 was ook Israëls 9-11. Voor zover ik kan nagaan. Goed, maar ze gaan er even vanuit dat iedereen debiel is. Dat heb je met mensen die erg slim en kwaadaardig zijn en elitair. Die denken dat iedereen die dat niet is, debiel is. Dat gaat ze dan weer tegenvallen. Maar daar komen ze dan later achter. Als je het zo gaat noemen, ik weet niet wie daarmee begonnen is, dat is interessant om te weten. Wie heeft dat geïntroduceerd? Israëls 9-11. Wat je dan kunt stellen is dat er een script ligt, wat ze opnieuw hier overheen gaan leggen. Of ja, er worden dus wat spelers uitgewisseld. Dan mag je verwachten dat er straks dus ook weer, net als destijds Afghanistan was aangewezen, dat er nu ook weer een staat of meerdere worden aangewezen als aanstichter van datgene wat we nu zien. Waarbij dan even vanuit gegaan wordt dat iedereen het verhaal slikt. Dat dit een spontane terroristische aanval is. De landen die natuurlijk het eerst op de lijst staan voor Israël. Dat is Iran. En Syrië zou ook nog kunnen. Libanon kan ook nog, omdat Hezbollah zou zich er ook nog mee bemoeien. Ik weet niet of dat zo is, maar wie weet. Wat mij heel erg opvalt, is dat er ontzettend veel beeldmateriaal is. Kijk, bij 9-11 was vooral het effect van de schok was nodig om alles wat daarna volgde te laten plaatsvinden. Dus hoe meer je in beeld kunt brengen, hoe meer je kunt laten zien hoe erg dit allemaal wel niet is. En dan zeg ik daarmee niet dat het niet heeft plaatsgevonden, maar het moet wel dan in beeld komen. Dus je zag jonge mensen rennen. Jonge vrouw die in een auto werd meegesleept. Die kwam dan ook nog eens een keertje uit Duitsland, dus die had er eigenlijk niks mee te maken. Dus dat is dan weer gericht op het buitenland. Je ziet kinderen, zie je ook in deze kwestie het slachtoffer zijn. En er is ook nog een hond doodgeschoten. Er zijn een heleboel mensen die vinden dat het allerergste wat er bestaat. En daar is er bijvoorbeeld dat huisje dan in hetzelfde filmpje. Wat in brand wordt gestoken nadat een van de terroristen dan een slok Fanta uit de koelkast heeft gehad. Dat soort dingen. Het moest naar buiten komen. Een van de beelden waarvan ik niet begrijp waarom die dan naar buiten zijn gebracht, was ook van de parapentes, heette die dingen, geloof ik. Dat zijn extra grote parachutes, zou ik maar zeggen. Met iemand met een motortje op zijn rug, zodat hij dus kan rondvliegen met dat ding. En dan nog een variant met een rekje met wieltjes eronder. Omdat ze dan op die manier dus over de muur gevlogen zijn. De muur die op dat moment dus helemaal blind was en niets werd gezien. Dus alle investeringen waren voor niks. Want iedereen zat te maffen of weet ik veel wat. Nou ja, weet je, dat verhaal hadden wij ook bij 9-11. Er was van alles. Dus NORA, dus de luchtverdediging, die deed het even niet. Nou, weet je, dus er is al een Israëlische ex-militair geweest die daar heeft gewerkt bij die Gaza-strook en die muur. En die zegt van, vergeet het maar. Dit klopt niet. Dit kan niet. Dus hier is meer aan de hand.
Dus we hebben het schokeffect, want dat zorgt dus ervoor dat iedereen zegt van, ja, nou moet er wat gebeuren. Wat dat dan ook is. Want dat hebben ze natuurlijk al wel uitgewerkt als het allemaal vooraf is bekokstoofd. Of een ander scenario, als ze het zelf hebben gedaan, nou oké. Maar als ze het hebben laten gebeuren of gefaciliteerd, mogelijk gemaakt, had je geholpen. Dan heb je de spelers, dus de terroristen, die hoef je dus niet uit je eigen groepje te halen. Die mogelijkheid is er natuurlijk wel. Dat zie ik niet, hè? Dat kunnen we niet weten. Het beste wat we kunnen doen is informatie verzamelen en ook nu screenshots en beelden. En sla op, want zoals het altijd gaat, is op een gegeven moment zijn de beelden zijn ineens weg. En ja, ik heb het toch gezien, ja, ik kan het niet meer vinden. Nee, dat werkt dan zo, omdat ze dus foutjes gaan maken. Weet je nog? WTC7 op de achtergrond van de BBC, mevrouw. Ja, die is ook omgevallen. Hey, hij staat er nog, tuthola. Dat soort dingen. Dus bewaar. Veel bewaren. En dan zie je op een gegeven moment een persconferentie met Netanyahu. En dan zie je hem vechten om die glimlach te onderdrukken. Want hij lijkt het ontzettend naar zijn zin te hebben. Daarvoor moet je even naar Body Language van Bombard. Dat vind je op YouTube. Ik geef je een link. Dan ga ik ook even kijken bij Ray McGovern. De oud CIA-analyst. Die inmiddels heel erg op de vredestoer zit. Hij houdt niet zo van oorlog. Hij is meer gespecialiseerd in Rusland. Maar als je wereldtoneel bekijkt, dan moet je Israël er natuurlijk altijd bij pakken. En dan wordt ons geheugen even opgefrist over eerdere oorlogen die Israël zelf heeft uitgelokt. Zoals die met Egypte. En daar lag toen ook de USS Liberty, een Amerikaans schip, voor de kust van Israël. Nou, of Egypte. Wat beschoten is door Israël. Er zijn een heleboel mensen die daar nog nooit iets over gehoord hebben. Het is gebeurd in 1967. Is een Amerikaans schip is gebombardeerd en beschoten vanuit kleine snelle torpedobootjes. En ze wilden het tot zinken brengen om dat in de schoenen van de Egyptenaren te schuiven. Is niet gelukt. Maar dat is helemaal toegedekt door de president van destijds. Nou, daar word je nog even aan herinnerd door Ray McGovern op dit soort momenten. Dus dat is nuttig om dat erbij te halen. Dan zijn er nog anderen die je kunt volgen, zoals Richard Perloff. Die wat mij betreft de beste analyse heeft gegeven voor de originele 9/11. En die toch echt heel duidelijk wijst naar Israël in zijn analyse. Hij heeft heel veel mensen gesproken in allerlei beroepscategorieën en komt uiteindelijk op tot die conclusie dat het dus vanuit Israël georganiseerd is. Dus dat nu, als het zo is, als nu vanuit Israël dit Israëls 9/11 genoemd wordt, dat is toch wel de brutaliteit ten top. Maar de arrogantie en de hooghartigheid is niet van de lucht. Herinner ook even dat het motto van de Mossad, de Israëlische Buitenlandse Inlichtingendienst, het motto is: by way of deception thou shalt do war, zeggen ze in Engels, of door bedrog voer je oorlog. Dus trek nog niet te veel conclusies. Ik vind het echt ruk voor die Palestijnen en ja, ook voor die kinderen. Weet je, die kolonisten die in Israël zitten, daar zegt Ray McGovern ook nog even wat over. Dat is tuig. Dat is echt tuig. En daar zijn filmpjes genoeg over wat die allemaal uitvreten.
Maar dan moet je op Twitter gaan zitten. Mijn Engelstalige account geef je daar het meeste over. Op de Nederlandstalige account heb ik wat minder van dat soort materiaal. Omdat ik op het internationale account meer feed heb. Meer toevoer. Dus volg me daar. En ik doe niet aan Twitter. Nou, dan doe je niet aan Twitter. Dan mis je het. Jouw keuze. Zolang het nog doet, hè. Twitter. Want alles gaat eruit. Ik ben vandaag ook alweer in de op strafbankje gezet door Facebook, vanwege een cartoon die te seksueel was, maar het was dus getekend en er is geen geslachtsorgaan of zelfs tepel te zien, want Amerikanen en tepels, dat is toch wel zo erg. Goed, succes ermee. Hè? En vooral blijf zelf nadenken en zelf controleren. Want dat kan niemand anders voor jou doen.